Hallo, daar ben ik weer. Dit is de derde les. De vorige les hebben jullie geleerd hoe je moet zitten en hoe je de G moet spelen. De A, de B en de C. En vandaag ga ik jullie leren hoe je de F moet spelen, hoe je de Fis moet spelen en hoe je de D moet spelen. Eerst ga ik nog even uitleggen wat ook heel belangrijk is. Hoe je moet ademhalen. Deze les sta ik. Het is heel goed om te staan eigenlijk. Want dan kun je makkelijker ademhalen. Ik doe eerst al mijn adem eruit. Dan adem ik in. En dan zet mijn buik uit. Zoveel mogelijk. En dan als ik uit ga blazen. Dan gaat hij langzaam gaat hij weer naar binnen. Dat kun je het beste eigenlijk met een mooie lange toon. Vorige keer hebben we een G geleerd. Nou, die kun je mooi gebruiken. Dus ik doe alle adem eruit. Haal ik adem met mijn buik. Is heel groot geworden in een ballonnetje. En dan ga ik heel langzaam uitblazen. Dat kan ik nog veel langer, maar voor de meeste beginners is 4 of 5 tellen al heel veel. En dan ga je elke dag, als je thuis een fluit hebt, wat langer proberen te blazen. Dus het is goed om daarmee te beginnen. En je gaat gewoon heel mooi lange noten blazen. Dit was de G, hè? Die schreef je zo, de G. Dit is de A, nou, een lange noot. Een B. Dat waren deze noten, G, A, B. En dan die C, die was een beetje moeilijker. Dan moet je je duim optillen. Als je eerst die B hebt, dan til je je duim op. Hè? Dan is het zo. Goed, nu iets nieuws. De F. We hebben de andere hand nodig. Dan doen we hier. Deze twee clipjes doe je niks mee. Dan doe ik hier. Zo. Mijn wijsvinger op. Dan krijg ik die lager, hoor je? Dus de G. Wordt de F. Nou, de F. Die schrijf je onder de G. Dus die komt hier voor de G, zie je? Dat is de F. Ja, Oké. Dan een hele bijzondere noot. Er zit een kruisje voor. Ik zal hem eerst hier laten zien. Dat is de F en een kruisje ervoor. En dan als hij een kruisje heeft, dan klinkt hij een halve toon hoger. En dan zeggen we vies. Niet vies, maar vies. Ja? Nou, en... Dan wil ik dit klepje hier dichtmaken. Maar dat is een beetje onhandig als ik helemaal zo moet gaan zitten met die wijsvinger. Dus daar hebben ze iets op bedacht. Dan doe je dit klepje met je ringvinger. Als je je ringvinger hier indrukt. Dus dan heb je je G, duim hier. Je hebt je pink hier. En dan doe je je ringvinger erbij. Zo, en dan wordt het de Fis. Dan hebben we G, Fis, dus ik die weer weghaal en ik zet wijsvinger neer, is de F. Ja, dus dit is de F, een kruis ervoor is Fis. Een hele moeilijke noot is de Sis. Dat is de C die een halve toon verhoogd is. Dan pak ik de C weer. En dan til ik ook mijn wijsvinger op. En dan is het echt heel belangrijk dat de fluit hierop rust. Dus ja, daar zou ik niet mee beginnen met die Sis. Want de fluit, als je nog niet zo gewend bent, valt heel makkelijk.
Ja? Nou, dus ik krijg Cis als ik deze optil. Dus de Cis. Een noot die we ook nodig hebben eigenlijk al wel, in ieder geval bij groep 6, is de D. De D, de hoge D, gaan we mee beginnen, want die is makkelijker dan de lage D. Dan hebben we niet de pink hierop, maar wel hier alle drie de vingers. Hier, zo. En bij de linkerhand moet je wijsvinger optillen. Ja, en dan klinkt die. Zo. Dus dan hadden we C. Dan moet je eigenlijk al je vingers verwisselen. Dan heb je de D. Nou, met die nieuwe noten kun je dus proberen en wat muziek te verzinnen. D. Cis D. Vies G. F. Vies. Ja? Dus we hebben nu al deze noten. We hebben de F, we hebben de Vies, die is een halve toon hoger. De G, A, B, C, Cis met het kruisje en de D. Dat lijkt me wel weer genoeg voor vandaag. In de vierde les ga ik jullie iets over verschillende ritmes leren. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk.